de oom van Eline. En ik ben een van de initiatiefnemers van Samen Succesvol voor Kika. Waarbij we voor komend jaar in 2018 allerlei initiatieven willen organiseren voor Kika. En dan namens mijn nichtje Eline. We waren hier vorige week toen de reportage van L1 werd opgenomen, de promo. Maar ook de eerste keer hier. En dan tussen al die mannen, al die ijshockeyers. En dan ook het ijs op morgen. Nou, dat vond zij echt fantastisch. Ze heeft er nog dagenlang eerst over gehad. Was ook wel een beetje zenuwachtig voor vanavond. Maar je ziet ook dat ze er helemaal van opleeft en dat er heel veel energie geeft. Dus het is erg mooi om te zien. Mijn nichtje, haar zoontje, die speelt hier in de jeugd van de Eaters. Misschien is het leuk om daar de krachten te bundelen en samen voor Samen Succesvol voor Kika geld op te halen. Dus we hebben meteen alle mensen, familie, bekenden, ons netwerk hebben we ingeschakeld om samen zoveel mogelijk geld op te halen en zoveel mogelijk beertjes te kopen.